Harmonie, en Uitspanning in Beekendonk heeft een nieuwe voorzitter. Sander Groene nam vrijdagavond de voorzittershamer over van Pierre Heesackers. Twee termijnen is de heer Heesackers voorzitter geweest. Heesackers dankte de Harmonieleden voor een mooie periode waar, ondanks veel studeren op muziekstukken, er ook tijd was voor andere muzikale leuke dingen. Van een hulp Sinterklaas kreeg Pierre Heesackers twee flessen ONU-wijn. Sander Groene woont inmiddels twintig jaar in Beekendonk en hij ziet een mooie uitdaging voor Oefening en Uitspanning de komende tijd als nieuwe voorzitter.